ook weer? Waar is Hati nou mee bezig? Hati is bijenbekjes aan het plaatsen in huis. Ja, dit is zo'n bijenbekje. Het is roestvrij stijl. En die gaan in de spleetjes tussen de stenen. En dat is best wel een mooi product. Dit is 5 centimeter ongeveer. En dat is ongeveer de hoogte van de steen als die gemetseld is. En dit is de breedte. Zeg maar 14 millimeter. En ze komen ook wel eens zo uit de verpakking. En dan buig ik ze even iets bij zo. En dan kun je ze gebruiken. Ideaal om insecten, muizen tegen te houden. Maar het is een beetje een ondergewaardeerd product. En dat is wel jammer. Hier zie je de eentje, die heb ik aan de onderkant van het huis zitten. En die is ideaal, want hier past normaal ook wel een muisje tussendoor. En die kan hier niet meer naar binnen. En hier zit er een aan de bovenkant van het huis of van de schuur. Waardoor er geen wespen, hoornaars en andere beesten hun nest gaan bouwen in de spouw of onder het dak. En waarom plaatst Hati ze? We hebben regelmatig rond deze tijd vaak last van wespen die je nest proberen te bouwen onder het dak of in de spouw. Vorig voorjaar zagen we zelfs de horenaar die daar zijn best wou doen. Ja, dat wil je allemaal niet om je huis. En we hadden daar eerst in diezelfde spleetjes, hoe heet dat spul ook weer, horrengaas ingedrukt. En dat voldeed wel even. Maar we kregen last van vocht. Als je dat spul in elkaar vouwt, dat horrengaas, en je stopt dat in zo'n spleetje, dan gaat de lucht er niet doorheen. En dat gebeurt hier dus wel. Vanaf deze kant gezien, als hij straks in de steen zit zo, gaat de lucht door die ribbeltjes hier doorheen, heeft alle kans om naar binnen te gaan. Dus de ventilatie blijft. Dat is de reden waarom we over zijn gegaan op deze. Ja, de prijs van deze dingen verschillen er nog wel eens. Je koopt ze per 10 in een zakje. Bij de een bouwmarkt koop je bijna 10 voor 20 euro. Bij de ander kosten ze 10 voor 10 euro. Maar dan moet je ze op internet bestellen. Plus 7 euro verzendkosten. Er zijn ook internetaanbieders, zag ik. En daar heb ik ze gekocht. Dan kon je ze per stuk kopen. Ik dacht dat ik 70 cent per stuk heb betaald. En dan kon ik ze gewoon uittellen hoeveel ik nodig had. En met de verzendkosten erbij was het gewoon veel goedkoper uit dan welke bouwmarkt dan ook. En die dingen moet je eigenlijk gewoon net als moertjes in een bak hebben liggen die je dan voor 70, 80 cent per stuk koopt. En dan hoef je niet zo gek te doen. Ja, dat valt mij gewoon op met de prijs van deze dingen en de leverbaar hoe ze geleverd worden. En dat is gewoon jammer. Ik wil deze nog gaan plaatsen, maar daarvoor moet ik eerst een gaatje maken in de muur. Want ik wilde een extra hebben voor de ventilatie. En daar zat nog geen spleetje, dus ik moet eerst een spleetje maken. Nou, dit is de muur. Moet ik even tellen. 1, 2, 3. En dan komt hij hier zo.
eerst maar een klein boordje pakken. Ik wil ook niet alles weg hebben. Met de oude vierkante vel maken het gat even wat mooier. En dan hier aan de inkant iets schuin naar beneden. Waardoor het water altijd op kan stroomen. Mijn huis in stroom. Haal je nou net iets te veel weg, dan is het ook niet erg. Dan kun je altijd nog een beetje cement aanmaken en erin doen. Zorg wel dat je in de spouw uitkomt als je een nieuw gleufje maakt, anders heeft het helemaal geen effect. Hè? Wat je doet. Nou. Nou, gaan we even kijken of die erin past. Dat moet haast wel. Zo. En hij zit erin. En omdat hij zich er zo uitzet, blijft hij mooi vastzitten. Daar krijg je een muisje in. En geen ander ongedierte. Vind je mijn video zo leuk? Doe dan een duimpje omhoog of word abonnee. En dan zou ik zeggen, ijs.